Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Jullie zien het goed, we gaan het weiland nog een keertje proberen. Want de laatste paar keren lag er gewoon zoveel. Ik ben heel benieuwd wat er nog meer ligt. Veel plezier. En daar ligt nummer 1. Is hij nog heel? Ja, het is nog een hele. Hey, weer een label met deze letters erin gekrast. Kijk. Dat ik vorige video had ik ook eentje van. BP staat erin. Dat is toevallig. Die horen dus bij elkaar. Eerste vondst. Hij ligt hier al. Was het eerste echt mooie signaal van deze dag. Ja, hij is er al uit. Ja, oké, we hebben een munt. Oh, die ziet er wel redelijk. Hoben Hollandia. Yo! 17 nog wat. Die ken ik niet. Even schoonmaken. Ik ken deze munt helemaal niet. Het is dan nog een hele mooie en ook een oude. 1786 zie ik staan. Aan de andere kant staat een mooi wapenschild. Oké, even uitzoeken wat het is. Hij is wel heel mooi. En deze liggen nog maar een paar meter verderop, joh. Dit is nog een mooie gesp. Ik ben heel blij dat hij ook nog heel is. Ja, dit weiland ligt ook vol met allemaal gespen. Ik heb er al heel wat hier gevonden. Maar dit is wel weer een hele mooie. Zo, hé. Hey. Top dit. Ik heb hem er nog niet uitgehaald. We hebben weer een muntje. Volgens mij een leeuwcent. Als ik het zo moet zien. Ja, inderdaad, ik zie de leeuw al. Zo moet hij. Of ik een jaartal kan zien. Nee, die zie ik nog niet. Maar wel weer een leuke leeuwcent. En een slaggoedje. Kijk, die zijn leuk. Ik heb deze hoek nauwelijks gehad. En nu weer muntje na muntje kom boven. En dit is een Willemscent, denk ik. Ja, het is een Willemscent. Kijk eens, even goed houden. Kijk. De andere kant ook even laten zien. Dat is deze. Uit 18. Nog wat. In ieder geval weer een lekker muntje. Ik heb weer de eerste hulsel vandaag. En waar mijn schep staat, krijg ik nog een leuk signaal. Dus misschien hebben we weer een leuke munt. Oké, nu is de vraag, is het een munt? Zo ja, dan is het een behoorlijke. Ja, het is een munt. Het is een munt, denk ik. Ik zal hem even moeten schoonmaken. Nou, deze kant lijkt wel een munt, maar dan draai je hem om en dan zie je dit. Ik weet niet echt wat het zou kunnen zijn of zijn geweest. Heel raar dit. Ik heb nu 2 keer een euro op dit weiland gevonden. Misschien ligt er hier nog een. Ik heb 2 keer nu een euro op dit stukje gevonden. Ik haal het gras weg. Kijk eens. Weer een euro. Ik blijf even op dit stukje zoeken. Is wel gek. Maar ik ben er wel hartstikke blij mee. Kijk, dit bedoel ik. Meteen daarnaast. Nog één. Zien jullie hem? Het is er nog één.
Ja, zeker. Nog een euro. Kijk, dit is lekker op zo. Dit is top. Dit is echt top. Dit is geen euro, het is een oude muntje. Er staan al wat tekst op. Ik denk een Hollandia Duit. Ik zie een D en volgens mij een I staan. Oh, in ieder geval weer een leuke munt. Jullie zien hem al zitten, denk ik. Het volgende muntje. Het lijkt alweer een oude. Nou, ik zie nog niet 1, 2, 3 wat. Ik zal hem eerst even een beetje schoonmaken. Het is iets aan het Duits of zo. Want ik zie wel wat letters staan. Misschien als hij goed schoon is, zien we wat het is. Nou, we hebben even lekker gezocht. We hebben heel wat spullen gevonden. En dat laat ik jullie ook allemaal nog even zien zometeen. Dus we gaan de huisspul schoonmaken. En eens kijken wat we allemaal hebben gevonden. En we zijn weer terug. En dit zijn alle vondsten van vandaag. Ik begin bovenaan. 2 slaghoedjes. Een huls. Nog een hele mooie gesp. Gelukkig is hij echt heel. Daar ben ik heel blij mee. 3 euro's. Hier ligt een Willemscent en een Leeuwencent. Zo. Die Leeuwencent die komt uit 1880 volgens mij. Dat kan ik nog zien staan. Ik weet nog steeds niet goed wat dit is. Dit is helemaal glad aan die kant. Misschien een knoop, maar ik weet het niet. En ik heb 3 duiten. Ik denk dat de eerste een Zeelandia is. De tweede weet ik niet. En de laatste, dat is sowieso een Hollandia. Ik heb er al 7 van gevonden op dit veld. En die middelste weet ik nog niet wat vreemd het is. Nou, dat is zeker heel geslaagd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Like a Hellcat.